Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 4 februari. Door Christus die mij kracht geeft. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13 is een heel populaire tekst die vaak uit de context geciteerd wordt. Het zegt, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Dit betekent niet dat je gewoon van alles wat je dan ook besluit om te doen, doet alleen omdat jij het wilt. Paulus sprak specifiek over hoe hij in staat was om, door de kracht van Christus, tevreden te zijn, ongeacht wat de omstandigheden waren. Ik geloof dat, door Gods genade, we alles kunnen wat we in het leven moeten doen. Dat is de mentaliteit die we nodig hebben. Er is niets te groot voor je wanneer je God vertrouwt. Je kunt met alles wat op je weg komt omgaan, omdat God belooft dat hij ons nooit meer te dragen zal geven dan we aankunnen. Dus houd een positieve houding, ongeacht waar je nu bent, ongeacht wat er in je leven gebeurt. Wees blij. God is aan jouw zijde. Stop met het overstuur zijn over dingen waar je niets aan kunt doen. God wil dat je weet dat hij een persoonlijk plan heeft voor je leven en hij wil dat je zijn unieke plan accepteert en jouw plan niet vergelijkt met die van een ander. Je moet God vertrouwen dat hij beter weet wat je nodig hebt en wat je aan kunt om te doen. Per slot van rekening kent hij je beter dan dat jij jezelf kent. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, net als Paulus wil ik dat mijn tevredenheid van u komt en niet van mijn omstandigheden. Laat mij elke dag zien dat uw plan voor mij volmaakt is en dat ik mij geen zorgen hoef te maken. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.